Welkom bij de 25.4 Biocast en die heet Vissen in troebel water. En daar heeft de vis die je net gezien hebt mee te maken. We kijken naar een casus, in dit geval het Wolderwijd. En het Wolderwijd is ontstaan toen de Flevopolder werd ingepolderd en er bleef een stukje water over en het gedeelte van de randmeren. Dit zijn de hoofdrolspelers. De brasem, die je net al zag, de snoekbaars, de spiering, de baars, de blankvoren, de pos en met name na introductie in het Wolderwijd, de snoek. Nog een hoofdrolspeler, vaak zie je die niet zo prominent, maar kranswieren. En kranswieren zijn natuurlijk heel belangrijk omdat ze aan fotosynthese doen. En de brasem, de volwassen brasems, die woelen de bodem om zoals je net zag. En dat betekent dat de kranswieren geen kans meer hebben om te groeien. Hier heb je een alg. En de algen worden normaal gesproken gegeten door de watervlooien, de daphnia's. Die op hun beurt weer voedsel zijn voor de jonge brasems. Maar door die oude brasems de bodem te omwoelen, wordt het zicht in het water veel minder. En de zichtjagers, zoals met name de snoek, kunnen dan de brasems niet meer vinden. Dus die populatie stort in en er komen veel, met name jonge brasems, die ervoor zorgen dat het aantal watervlooien afneemt. Waardoor je algenbloei kunt krijgen, omdat die aantal algen niet meer onder controle gehouden worden door de watervlooien. Kortom, het probleem in een van de randmeren. Hier zie je in kilogram per hectare het aantal van de vissen. Je ziet heel prominent de brasem, zeker in 1990. En daarna neemt hij sterk af en fluctueert hij. Hij neemt af, want hij werd weggevangen uit het Wolderwijd. Met grote netten werden veel vis weggevangen. En tegelijkertijd werden er ook snoeken geïntroduceerd. Hier zie je een uitsplitsing naar de totale aantallen van 0+, dus ook de kleine visjes. En onder zie je vissen groter dan 15 centimeter. Je ziet dat daar de brasem nog een belangrijk aandeel in heeft. Bovenin zie je de kranswieren. Die zie je na 1991 toenemen. En dat is natuurlijk het gevolg van het wegvangen van die brasem. Hier zie je de watervlooien. Ook die worden bemonsterd. En daar zie je ook fluctuering in. Maar daar houdt het natuurlijk niet mee op. In je boek wel. Maar je hebt natuurlijk ook kranswiereters. Zoals meerkoeten met name. En die komen ook in het Wolderwijd voor. En natuurlijk mosseleters en viseters. Die zou je ook in zo'n model mee moeten nemen. Maar in ieder geval, dit was hem alweer. De casus van het Wolderwijd, de 25.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.